Goedemorgen iedereen. Namens de collega's van het steunpunt Data en Analyse en ook namens de gedeputeerden verantwoordelijk voor onze werking, heet ik jullie van harte welkom op deze webinar met betrekking tot het kwetsbaarheidsinstrument. We hebben een eerdere afspraak in maart moeten verzetten. Niet alleen de datum, maar ook de vorm van deze bijeenkomst is ondertussen anders. Het is voor ons de eerste keer dat we een webinar organiseren en ik hoop dat, zeker op technisch vlak, alles vlot verloopt. En mochten er wat schoonheidsfoutjes zijn, dan hoop ik dat jullie ons dat niet kwalijk nemen. Voor een vlotte werking wil ik vragen dat iedereen zijn of haar camera afzet en ook de microfoon uitdoet. Als jullie vragen of bedenkingen hebben, dan mag je ze in de vergaderchat noteren. Alle vragen die tijdens de uiteenzetting geformuleerd worden, zullen we beantwoorden. Niet live, maar wel morgen of overmorgen. En een document met alle vragen en antwoorden zullen we dan aan jullie bezorgen. De webinar wordt ook opgenomen, zodat mensen die er vandaag niet konden bij zijn, toch het verhaal kunnen meepikken. En ook voor jullie biedt het de mogelijkheid om de uiteenzetting nog eens te herbeluisteren. Het kwetsbaarheidsonderzoek dat we vandaag aan jullie willen voorstellen is een van de instrumenten die de provincie West-Vlaanderen heeft ontwikkeld ter onderbouwing van het lokale ouderenbeleid. De provincie heeft een lange traditie in het ontwikkelen van dergelijke instrumenten. Ik herinner me een studiedag in Nieuwpoort in de jaren 90 rond positieve beeldvorming van ouderen. Deze studiedag betekende het startschot voor een jarenlange periode van ontwikkelen van instrumenten voor het lokale ouderenbeleid. Ik denk aan het WOAS, het West-Vlaams Overleg Adviesraden voor Senioren, het gemeentelijk ouderenbehoeftenonderzoek en last but not least het kwetsbaarheidsonderzoek, de aanleiding van deze bijeenkomst vandaag. Veel van de instrumenten die we ontwikkeld hebben, hebben we gedaan samen met de VUB en HoHent. We hebben in Dominique Verté en Nico de Witte heuse compagnons de route, of zoals je wil, partners in crime gevonden. Het wetenschappelijke werd vooral door hen bewaakt. Wij, het steunpunt Data en Analyse, en vroeger zeker ook de collega's van ouderenbeleid in de provincie West-Vlaanderen, stonden vooral in voor de uitrol op het terrein en de omzetting van theorie naar praktijk. Het kwetsbaarheidsinstrument is hier ook een mooi voorbeeld van. En een dankjewel aan Dominique en Nico is hier echt wel op zijn plaats. De basis voor het ontwikkelen van het kwetsbaarheidsinstrument zijn de vele seniorenbehoeftenonderzoeken die de voorbije 15 jaar in Vlaanderen afgenomen zijn. Alhoewel het seniorenbehoeftenonderzoek geconcipeerd is als een gemeentelijk instrument, heeft het een, alvast voor wetenschappelijk onderzoek, een zeer mooi bijkomend resultaat. Met name een dataset met informatie over de leefsituatie van meer dan 65.000 Vlaamse thuiswonende ouderen. Het is deze dataset die de ontwikkeling van het kwetsbaarheidsinstrument heeft mogelijk gemaakt. In het kader van een wetenschappelijke studie werd een gevalideerd instrument ontwikkeld om kwetsbaarheid te meten. Met de uitrol door data en analyse bij de West-Vlaamse OCMW's werd het instrument ook in de praktijk toegepast. Een koppeling dus van theorie aan praktijk, van wetenschap aan beleid. Bij de uitrol is er niet alleen een rol weggelegd voor wetenschap en onderzoeksbegeleiding. Lokale besturen in casu de OCMW worden actief betrokken bij de uitrol. We doen het onderzoek niet voor het OCMW, maar samen met het OCMW. Er is een actieve participatie van het OCMW bij de onderzoeksfase en op die manier is er ook een grotere garantie dat er met de resultaten ook effectief aan de slag gegaan wordt. De vergrijzing stelt lokale besturen voor grote uitdagingen. Eén ervan is de detectie van kwetsbare ouderen die onder de radar van de dienstverlening blijven. Het instrument dat ontwikkeld werd door de VUB dient uitermate goed als screeningsinstrument. En we hebben het dan ook op die manier toegepast. Het instrument is kort en bondig en laat toe dat het eenvoudig door de betrokken ouderen in te vullen is. Bijkomend, en in het kader van screening is dit zeer relevant, wordt de bevraging op grote schaal mogelijk. Er wordt geen stel van de bevolking genomen, alle ouderen worden bevraagd. In afspraak met het lokale OCMW wordt bepaald welke leeftijdsgroep aan bod komt, als ook of men alle ouderen van de gemeente screent of enkel één week of week per week opeenvolgend.
In principe is het ook mogelijk om met het instrument een tweede of een derde bevraging te doen bij dezelfde doelgroep. En op die manier kan het instrument ook dienen als een monitoringsinstrument. Als output van de bevraging leveren we twee zaken op aan het lokale bestuur. Een eerste is een lijst met de individuele kwetsbaarheidsscores. Deze laat toe dat er op individueel niveau actie op maat van de ouderen kan ondernomen worden. De manier van werken die we samen met het OCME ontwikkeld hebben, is privacy-proof. De verwerking door ons gebeurt volledig anoniem. Enkel het OCME kan de koppeling maken tussen score en persoon in kwestie. En het tweede output is een rapport op gemeentelijk niveau of op wijkniveau. Op die manier verkrijgt het lokaal bestuur inzicht in de factoren die bijdragen aan kwetsbaarheid en kan men beleidsmatig de juiste koers bepalen, ook in zaken preventie. Met het rapport dat nu voor ligt en dat we aan jullie willen voorstellen, zijn we nog een stapje verder gegaan. We hebben de resultaat van alle bevragingen samengelegd en een dieper analyse gemaakt. Maar het rapport is niet enkel een wetenschappelijke analyse. De OCME's die het onderzoek uitgevoerd hebben, hebben in het verlengde ervan ook heel wat interessante acties opgezet. We vonden het dan ook belangrijk om ook deze informatie mee te geven. En het tweede deel van het rapport bevat een overzicht van deze gemeentelijke initiatieven. Bij de inschrijving kon je je adres doorgeven en een exemplaar van het onderzoek wordt je in de loop van de komende week toegestuurd. Ik geef dan nu graag het woord aan Stefanie Rammelare, die mee aan de wieg stond om het kwetsbaarheidsinstrument uit te rollen bij de OCMW's en die ook het onderzoeksrapport geschreven heeft. Goedemorgen iedereen. Ik ga nu mijn scherm met jullie delen, zodanig dat jullie mijn presentatie kunnen volgen. Goedemorgen. Vandaag stel ik jullie dus graag het rapport kwetsbaarheid bij ouderen voor. Het rapport is het resultaat van de analyse van 3.286 vragenlijsten afgenomen bij thuiswonende ouderen. Deze bevragingen vonden plaats in 8 West-Vlaamse gemeenten. Dit betekent dat we een schat aan informatie hadden om kwetsbaarheid verder te gaan onderzoeken. Het was dus een gemiste kans geweest indien we hier geen gebruik van hadden gemaakt. De resultaten van deze studie kunnen een kapstok zijn voor één ieder die met ouderen binnen de gemeente aan de slag wil. Inzicht hebben in de factoren die bijdragen tot kwetsbaarheid is een noodzaak om zo beleidsmatig de juiste koers te kunnen bepalen en te komen tot efficiënte acties. We onderzochten niet alleen kwetsbaarheid en de 4 deelcomponenten, maar gingen ook na wat de relatie is met een aantal sociodemografische indicatoren, zoals leeftijd, geslacht, huishoud en woningtype. Daarnaast zoomden we in op onder andere de rol van mantelzorg, het al dan niet hebben van sociale contacten en zingevende vrije tijdsactiviteiten in de relatie tot kwetsbaarheid. Bij elk van de resultaten geven we een aantal aanbevelingen. Die kunnen beschouwd worden als aanbevelingen in het kader van een gemeentelijk ouderenbeleid. Het rapport kwetsbaarheidsonderzoek is opgebouwd naar analogie met de gemeentelijke rapporten. Dit maakt het naast elkaar leggen en vergelijken van beide studies dus steeds mogelijk. Kwetsbaarheid omvat bij ons 4 deelcomponenten. Bij de ontwikkeling van het kwetsbaarheidsinstrument stonden de onderzoekers erop elk domein evenveel gewicht toe te kennen. Dit in tegenstelling tot andere instrumenten die gebruikt worden om kwetsbaarheid te meten, waar de fysieke component vaak het meeste aandacht krijgt. De 4 componenten van kwetsbaarheid zijn de fysieke kwetsbaarheid. In welke mate is de persoon nog in staat verschillende lichamelijke activiteiten uit te voeren? De sociale kwetsbaarheid. Hoe groot is het niet-professionele netwerk waarop een persoon beroep kan doen indien er zich iets voordoet? En in welke mate voelt de persoon zich sociaal vereenzaamd? De psychische kwetsbaarheid. Deze component bestaat uit 2 deelcomponenten. Emotionele vereenzaming en het psychisch welbevinden. Hoe goed voelt de persoon zich in zijn vel? En in welke mate voelt de persoon zich mentaal sterk genoeg om problemen aan te pakken? De omgevingscomponent. Zijn de woning en de woonomgeving voldoende aangepast? Het opnemen van de woningsomgevingscomponent maakt het gebruikte kwetsbaarheidsinstrument uniek in zijn soort. Door de 4 componenten van kwetsbaarheid samen te nemen, kunnen we een totale kwetsbaarheidsscore berekenen. Deze geeft weer in welke mate de respondenten kwetsbaar zijn.
Maar ook voor de vier deelcomponenten afzonderlijk wordt een score berekend. Op basis van die score worden de individuen onderverdeeld in een van volgende categorieën. Het zijn niet kwetsbaar, mild kwetsbaar of zeer kwetsbaar. Ik zal jullie niet langer in spanning houden en onmiddellijk overgaan tot de resultaten van het onderzoek. De gebruikte methodologie wordt verder uitvoerig beschreven in het rapport en kan dus daar nagelezen worden. 45% van de respondenten scoort niet kwetsbaar op de globale kwetsbaarheidsscore. 31,4% is mild kwetsbaar en 23,6% is zeer kwetsbaar. Let wel, iemand die zeer kwetsbaar scoort, scoort niet noodzakelijk kwetsbaar op elk van deze vier deelcomponenten. Zo kan iemand zeer kwetsbaar scoren op de fysieke en de psychische component, maar niet noodzakelijk kwetsbaar scoren op de sociale en de wooncomponent. Een gegeven dat zeer belangrijk is om indachtig te zijn, zeker bij het uittekenen van interventies voor de aanpak van kwetsbaarheid. Maar hierover straks meer. Bekijken we de verschillende deelcomponenten van kwetsbaarheid, dan stellen we vast dat kwetsbaarheid zich niet op elke deelcomponent even sterk uit. De sociale component telt de kleinste groep niet kwetsbare personen. Voor de andere drie componenten van kwetsbaarheid ligt het aandeel niet kwetsbare personen een stuk hoger. In het bijzonder voor de sociale component is het ook belangrijk de groep mild kwetsbare personen in rekening te brengen. Dit is een grote groep voor wie de stap naar de kwetsbare positie niet bijzonder groot is en vooral zeer snel kan gaan, bijvoorbeeld door de plotse hospitalisatie van de partner. In die zin kunnen we stellen dat sociale kwetsbaarheid het grootste potentieel kwetsbare ouderen oplevert. Kijken we naar de groep ouderen die op vandaag al zeer kwetsbaar zijn, dan zien we het hoogste aandeel bij de fysieke component. 17% van de ondervraagde ouderen is op vandaag fysiek zeer kwetsbaar. Het feit dat kwetsbaarheid zich niet op elke deelcomponent even sterk uit, is een heel belangrijke vaststelling die ook in ander onderzoek naar boven komt. Totale kwetsbaarheid is meer dan de som der delen. Deze resultaten geven de richting voor de aanpak van kwetsbaarheid. Hierbij komen twee zaken naar voren. Ten eerste is enkel kijken naar de totaalscore zonder aandacht te hebben voor de scores op de deelcomponenten onvoldoende. Ten tweede hoeft het niet te betekenen dat kwetsbaarheid binnen één domein ook moet opgelost worden met interventies binnen datzelfde domein. In het rapport wordt op elk van deze componenten dieper ingegaan. Dit zou ons nu echter te ver leiden. Hierbij dus alvast een warme uitnodiging om het rapport straks in zijn geheel eens door te nemen. In wat volgt bespreken we of er verschillen zijn in zaken kwetsbaarheid naar leeftijd, geslacht, huishoudtype en woningtype. Globaal genomen neemt de kwetsbaarheid toe naarmate de leeftijd stijgt. Deze resultaten verwonderen ons niet, dit hadden we ook verwacht. Het aandeel zeer kwetsbare personen ligt in de oudste leeftijdsgroep maar liefst 5 keer hoger dan in de jongste leeftijdscategorie. We vinden dit verschil niet alleen voor de globale kwetsbaarheidsscore, maar ook voor de verschillende componenten van kwetsbaarheid. Ook andere onderzoeken naar kwetsbaarheid vinden gelijkaardige resultaten. Niet verwonderlijk speelt leeftijd het sterkst voor de fysieke component. In de oudste leeftijdsgroep ligt het aandeel fysiek zeer kwetsbare personen bijna 6 maal hoger dan in de jongste leeftijdsklasse. Het gegeven dat de kans op kwetsbaarheid duidelijk toeneemt naarmate men ouder wordt, sterkt de aanbeveling dat niet enkel gefocust moet worden op die 85-plussers. De op vandaag niet kwetsbare jonge senioren zijn de kwetsbare senioren van morgen. Vanuit preventief oogpunt is aandacht voor de min 85-jarigen dus zeker opportun. Kijken we nu naar het verschil in kwetsbaarheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen scoren globaal genomen vaker kwetsbaar dan mannen. Het aandeel zeer kwetsbare vrouwen ligt hoger dan het aandeel zeer kwetsbare mannen. Ook andere onderzoeken naar kwetsbaarheid bevestigen dit. Kijken we naar de deelcomponenten van kwetsbaarheid, dan stellen we vast dat vrouwen kwetsbaarder zijn op psychisch en fysiek vlak. Het grootste verschil zien we op fysiek vlak.
Zo blijkt 1 op de 5 vrouwelijke senioren fysiek zeer kwetsbaar te zijn, terwijl dit voor de mannen 1 op de 10 is. Enerzijds heeft dit te maken met de hogere levensverwachting bij vrouwen dan bij mannen. En zoals we net zagen, stijgt kwetsbaarheid naarmate de leeftijd stijgt. Maar anderzijds hebben vrouwen ook een lagere gezonde levensverwachting dan mannen. Ook binnen de oudste leeftijdsklasse stellen we namelijk vast dat het aandeel kwetsbare vrouwen hoger ligt dan het aandeel kwetsbare mannen. Voor de sociale en de omgevingscomponent vinden we geen verschil tussen mannen en vrouwen. Een volgend kenmerk dat ons interesseerde is het huishoudtype. Is men alleenwonend of samenwonend? Samenwonend is hier niet louter met een partner. Ook samenwonen met een kind, een kleinkind, vriend, ander familielid valt onder deze noemer. De resultaten tonen aan dat alleenwonenden vaker kwetsbaar zijn dan samenwonenden. Zowel voor de globale kwetsbaarheidsscore als voor de afzonderlijke componenten ligt het aandeel zeer kwetsbare personen hoger onder de alleenwonenden. Ook hier speelt leeftijd vermoedelijk wel een rol. Alleenwonenden zijn vaker ouder dan samenwonenden. En toch zijn er een aantal merkwaardige resultaten die ook onze aandacht verdienen. Want, zo blijkt, samenwonen biedt geen perfecte buffer tegen kwetsbaarheid. Op de sociale en de fysieke component is het verschil tussen alleenwonenden en samenwonenden namelijk niet zo groot. Het is dus zeker aanbevelenswaardig ook oog te hebben voor de samenwonenden. In het bijzonder op sociaal vlak, waar maar liefst de helft van de samenwonenden mild kwetsbaar scoort. Iemand die vandaag mild kwetsbaar scoort op sociaal vlak, omdat deze zich nog gesterkt weet door de aanwezigheid van de partner en diens netwerk, kan van dag op dag in totaal sociaal isolement terechtkomen, indien deze partner wegvalt, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Hetzelfde geldt voor de fysieke component, waar evenzeer bijzondere aandacht moet gaan naar fysiek kwetsbare ouderen die op vandaag op de partner kunnen rekenen, maar wat als deze partner er morgen niet meer is? Maar ook voor de sterke partner dient er aandacht te zijn. Zo zou het kunnen dat deze partner mild kwetsbaar scoort op sociaal vlak, juist omwille van het feit dat deze zorg draagt voor de kwetsbare partner. De zorg voor de partner kan er namelijk toe leiden dat er weinig tot geen ruimte meer is om zelf eens af te spreken met vrienden of kan extra bekommernissen met zich meebrengen. In de studie besteden we ook specifiek aandacht aan de rol van de mantelzorger, maar hierover straks meer. De vierde en laatste component van kwetsbaarheid is de woonomgeving. Het is het toevoegen van deze component die het kwetsbaarheidsinstrument zo uniek maakt. Ook de resultaten van deze component tonen de complexiteit van kwetsbaarheid aan. Naar woningtype stellen we vast dat appartementsbewoners vaker zeer kwetsbaar scoren dan bewoners van een rij- of een alleenstaande woning, zeker op de fysieke en de sociale component. Opvallend is dat appartementsbewoners daarentegen net het best scoren op de omgevingscomponent. Wat we echter niet kunnen aantonen is de oorzaak-gevolgrelatie. Verhuizen ouderen naar een appartement omdat ze fysiek kwetsbaarder zijn geworden of worden ze net kwetsbaar op sociaal vlak dan, omdat ze in een appartement gaan wonen? De waarheid ligt waarschijnlijk in beide hypothesen. De resultaten doen vermoeden dat fysieke kwetsbaarheid mensen aanzet om te kiezen voor een appartement. Ook uit ander onderzoek blijkt inderdaad dat 1 op de 4 ouderen verhuist omwille van gezondheidsproblemen. De resultaten doen echter wel vermoeden dat men deze verhuis toch zo lang als mogelijk uitstelt. Het al dan niet hebben van een partner speelt daarin boven ook een belangrijke rol. En vergeten we niet dat mensen de neiging hebben om zich te conformeren aan een situatie. Zo kan het voorkomen dat wat voor een buitenstaander een onleefbare situatie lijkt, voor de ouderen in kwestie niet als een probleem wordt beschouwd. Deze is de situatie in de loop der jaren als normaal gaan beschouwen. Maar stellen dat het aanbieden van een aangepaste woning de zaligmakende oplossing is voor het kwetsbaarheidsprobleem, doet de werkelijkheid echter tekort aan. Zo blijken appartementsbewoners ook kwetsbaarder te zijn, op sociaal vlak. Een mogelijke verklaring is hier het verlies van het sociale netwerk dat een verhuis met zich mee kan brengen.
Deze vaststellingen doen besluiten dat het voor kwetsbare ouderen niet enkel een zaak is om een aangepaste woning te vinden. Indien een verhuis zich opdringt, gebeurt het bij voorkeur binnen de eigen vertrouwde buurt, om zo de sociale kwetsbaarheid van het individu niet te verhogen. Of vroeg genoeg, zodat men nog een nieuw sociaal netwerk kan uitbouwen, voor de fysieke klachten de kop opsteken. Op die manier kan vermeden worden dat de voordelen van de verhuis op fysiek vlak teniet worden gedaan door het verhogen van de kwetsbaarheid op sociaal vlak, door het verlies van het sociale netwerk. Naast het bevragen van de ouderen op de vier componenten van kwetsbaarheid, kregen de lokale besturen ook de mogelijkheid bijkomende vragen te stellen. Eén daarvan peilt naar de mogelijkheid van de ouderen om zelf nog boodschappen te kunnen doen. 3 op de 10 ouderen geven aan dat ze niet zelf boodschappen kunnen doen. Zoals verwacht stellen we vast dat kwetsbare personen minder vaak aangeven dat ze zelf nog boodschappen kunnen doen. Voor zij van wie het niet meer lukt om zelf boodschappen te doen, zijn het in de eerste plaats de kinderen die bijspringen, maar ook de partner en de buren spelen hierin een belangrijke rol. Een meer gedetailleerde blik leert ons wel dat dit niet louter een fysiek gegeven is. Naast de fysieke onmogelijkheid om zich nog zelfstandig naar de winkel te begeven, spelen vermoedelijk nog andere factoren mee, zoals bijvoorbeeld het al dan niet kunnen omgaan met geld en de moderne betalingsmodaliteiten, het verlies aan zelfvertrouwen en omgevingsfactoren zoals de nabijheid en de toegankelijkheid van een winkel. Een warm pleidooi dus om ook aan de boodschappendienst een sociale aspect te koppelen of om bij werken in de gemeente de kans niet te laten liggen om de infrastructuur meteen ook aan te passen aan kwetsbare doelgroepen, om zo te komen tot een leeftijdsvriendelijke woonomgeving. Iets wat ook door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt benadrukt. Met de toenemende vergrijzing en een beleid dat focust op aging in place, neemt het belang van mantelzorg toe. We hebben dit punt al kort aangehaald bij de bespreking van kwetsbaarheid bij samenwonenden en gaan hier nu wat verder op in. 1 op de 10 van de respondenten is zelf mantelzorger. Daarvan zorgen 7 op de 10 voor de eigen partner. Iets meer dan 1 op de 10 van de respondenten geeft aan mantelzorg te ontvangen. De grootste zorgdragers in de mantelzorg zijn de kinderen of de kleinkinderen. 56% van de mantelzorg wordt verleend door een kind of een kleinkind. Het meest kwetsbaar zijn de mantelzorgontvangers op fysiek vlak. Meer dan 7 op de 10 van de ouderen die mantelzorg ontvangen, hebben fysieke beperkingen. Dit is een heel stuk hoger dan het aandeel ouderen uit de totale onderzoekspopulatie dat fysiek zeer kwetsbaar is. Dat is 3 op 10. Alleenwonenden krijgen ook vaker dan samenwonenden mantelzorg. Maar deze vaststelling dient echter wel genuanceerd te worden in die zin dat de term mantelzorg vermoedelijk niet door iedereen herkend werd. Mogelijk wordt het aandeel samenwonenden dat mantelzorg krijgt hier onderschat, omdat de zorg verleend aan de partner als vanzelfsprekend wordt beschouwd en dus niet tot de mantelzorg werd gerekend. Opmerkelijk, en misschien mag ik zeggen ook wat verontrustend, is het feit dat er ook onder de mantelzorgers zeer kwetsbare personen zijn. 17% van de respondenten dat aangeeft zelf mantelzorger te zijn, scoort zeer kwetsbaar. De vraag stelt zich hier of het geven van mantelzorg de kwetsbaarheid van de oudere mantelzorger net niet in de hand werkt. Bij het uittekenen van een beleid gericht op mantelzorg kan dit een extra aandachtspunt zijn. Wat het sociaal contact betreft, vindt 1 op 10 van de ouderen dat zij of hij onvoldoende sociaal contact heeft. Personen die aangeven onvoldoende sociale contacten te hebben, zijn vaker kwetsbaar en dit op elke deelcomponent. Meer dan de helft van hen die aangeven onvoldoende sociaal contact te hebben, scoort zeer kwetsbaar. Dit is een stuk hoger dan het aandeel zeer kwetsbare personen dat aangeeft voldoende sociaal contact te hebben. Dit is 1 op 5. Maar personen die aangeven voldoende sociaal contact te hebben, kunnen dus ook zeer kwetsbaar scoren op de sociale component. Het feit dat personen aangeven zelf tevreden te zijn over hun sociaal contact, impliceert dus niet
dat ze niet kwetsbaar kunnen zijn op sociaal vlak. Dit heeft te maken met het feit dat niet elke ouderen zijn sociaal netwerk ook aanspreekt indien het minder goed gaat. Vaak horen we de ouderen ook zeggen: ik zal mijn zoon of dochter daar niet mee lastigvallen, ze hebben het zelf al druk genoeg. Het ontberen van sociale contacten kan gevolg, maar ook oorzaak zijn van een verhoogde kwetsbaarheid. Aan de hand van volgend voorbeeld wordt dit duidelijk. Het niet meer goed te been zijn beperkt de actieradius van de ouderen, wat gevolgen heeft voor de sociale en de psychische gezondheid. Want zo zal de oudere die voorheen wekelijks naar de petankenclub ging en daar andere mensen ontmoette, nu plots vaker alleen thuis zitten. In het begin komen de vrienden nog wel langs, maar ook dat neemt na verloop van tijd vaak af. En vermoedelijk werkt dit ook in omgekeerde richting. Personen met minder sociale contacten zijn minder geneigd om buiten te komen. Ze hebben namelijk minder vaak een doel om naar buiten te gaan, waardoor hun fysieke beweging beperkter wordt en ze dus nog sneller achteruitgang boeken op fysiek vlak. Vanuit deze vaststelling kunnen we stellen dat inzetten op sociaal contact een buffer kan zijn voor kwetsbaarheid, en dit op meerdere domeinen. Kijken we nu tenslotte naar met wie er voornamelijk contact is, dan blijkt familie de voornaamste vorm van contact. Iets meer dan de helft heeft minstens wekelijks contact met familie. Slechts een zeer beperkt aantal respondenten heeft nooit contact met familie. Maar ook buren en vrienden zorgen voor heel wat contactmomenten. Tot slot gingen we na in welke mate een zinvolle vrije tijdsbesteding verband houdt met kwetsbaarheid. We deelden de respondenten in twee groepen. Zij die hun vrije tijdsbesteding als positief ervaren en zij die een negatieve vrije tijdsbesteding hebben. En we stellen duidelijke verschillen vast tussen beide groepen. Ouderen met een negatieve beleving van hun vrije tijd scoren kwetsbaarder over gans de lijn. Naast aandacht voor het sociale aspect van vrije tijd is het dus ook belangrijk te gaan zoeken naar een activiteit die doel geeft aan de ouderen, die zin geeft. Net zoals bij de sociale component zien we dat de domeinen van kwetsbaarheid verbonden zijn met elkaar en dat kwetsbaarheid op één component ook de kwetsbaarheid op andere componenten kan beïnvloeden. Deze vaststelling komt steeds terug in deze studie en kunnen we ook gebruiken in het aanpakken van de kwetsbaarheid. Het versterken van de persoon op één domein kan tegelijkertijd positieve effecten hebben op andere domeinen van kwetsbaarheid. Hiermee zijn we al gekomen op het einde van de eerste presentatie van deze webinar. Bij wijze van conclusie herhaal ik een aantal aanbevelingen die in de loop van deze presentatie aan bod kwamen. Wie is nu het meest kwetsbaar? Dit zijn de alleenwonende vrouwen, ouder dan 85 jaar. Maar in het kader van een preventief beleid is het noodzakelijk ook aandacht te hebben voor de jongere senioren, jonger dan 85 jaar. Denken we hier dan aan initiatieven rond verhuizen, waarbij verhuis op tijd en liefst binnen de vertrouwde omgeving een groot verschil kan maken, en dit vooral op sociaal vlak. Alleenwonenden zijn dan wel kwetsbaarder, ook mogen we de samenwonende ouderen niet uit het oog verliezen, in het bijzonder de koppels, waar het ene individu zich nog gesterkt weet door de partner, want deze partner kan, zeker gezien de hoge leeftijd, plots wegvallen. Maar ook de ondersteunende partner mogen we niet vergeten, want deze kan door de zorg onder druk komen te staan. Hiermee komen we tot een volgende aanbeveling, namelijk bijzondere aandacht voor de oudere mantelzorger. De zorg voor partner, vriend, kan namelijk ook de kwetsbaarheid van deze oudere mantelzorger verhogen. In het kader van mantelzorg kan het ook interessant zijn om in te zetten op de betrokkenheid van buren. Zo bleek namelijk uit ons onderzoek dat buren vaak helpen bij het doen van boodschappen en dat ouderen aangeven toch regelmatig op wekelijkse basis contact te hebben met buren. Heel specifiek aan dit onderzoek was het mee opnemen van de woonomgeving als component van kwetsbaarheid. Hierin zien we twee aspecten. De eigen woning die onaangepast kan zijn, maar ook de woonomgeving zelf. Het wegnemen van drempels, zoals losliggende tegels, geen rustbanken, kan ouderen aanzetten om meer buiten te komen. Ook de aanwezigheid van diensten en winkels in de omgeving moedigt ouderen aan om zich dagelijks te verplaatsen. Zonder doel
komt men immers minder snel buiten. Deze fysieke verplaatsingen dragen bij tot een langere fysieke goede gezondheid en dus ook tot een betere mentale en sociale gezondheid. In het verlengde hiervan kunnen we aanbevelen om aan de boodschappendienst ook een sociaal aspect te koppelen. Een ander aspect gelinkt aan ouder worden is eenzaamheid. Meer dan 1 op de 3 ouderen heeft wel eens te kampen met eenzaamheid. Het versterken van sociale contacten is ongetwijfeld een goede zaak bij het aanpakken van kwetsbaarheid, maar hierin nog een stapje verder gaan kan een bijkomend verschil maken. Ook ouderen die aangeven voldoende sociale contacten te hebben, scoren namelijk kwetsbaarder. Want niet iedereen spreekt het eigen netwerk ook aan met vragen om hulp. En uit de resultaten rond vrije tijdsbesteding blijkt dat zingeving aan de activiteit ook kan bijdragen tot een verminderde kwetsbaarheid. Tot slot hoeft het aanpakken van kwetsbaarheid niet noodzakelijk op het meest kwetsbare domein te zijn. Interventies die inzetten op het domein waar het individu niet kwetsbaar is, kan deze juist versterken en aldus een buffer vormen tegen toenemende kwetsbaarheid of, in het meest gunstige geval, de kwetsbaarheid gaan reduceren. Globaal genomen kunnen we ervan uitgaan dat meer dan 1 op de 5 van de ouderen zeer kwetsbaar scoort. In het licht van de toenemende vergrijzing en de toenemende levensverwachting kunnen we er alleen maar van uitgaan dat deze groep in absolute aantallen zal groeien. Deze studie, maar ook andere studies, hebben de complexiteit van kwetsbaarheid aangetoond. Kwetsbaarheid valt niet te reduceren tot een fysiek probleem. Verschillende factoren spelen mee die elkaar kunnen versterken, zowel in slechte, maar ook in positieve zin. De rode draad doorheen deze studie is dat kwetsbaarheid niet noodzakelijk impliceert dat men achteruitgang boekt op elk van de domeinen van kwetsbaarheid. Op de niet-kwetsbare domeinen kan wel nog vooruitgang geboekt worden. En het is deze wetenschap die kan helpen bij het uitbouwen van een gemeentelijk ouderenbeleid als we Aging in Place een kans willen geven. Ik dank jullie voor de interesse voor ons onderzoek en hoop van harte dat het jullie kan inspireren bij het uitwerken van een ouderenbeleid. Ik geef dan ook nu graag het woord aan mevrouw Anja Bardien uit Zedelgem. Goedemorgen iedereen. Ik ga even mijn presentatie delen met jullie. Naast de theorie, misschien even naar de praktijk. In Zedelgem hebben we het kwetsbaarheidsonderzoek eigenlijk gebruikt als instrument bij het uitvoeren van onze buurtanalyse. Ik zie even een technisch probleem. Ja, het is zo dat in Zedelgem er een duidelijke beleidskeuze is om heel sterk in te zetten op laagdrempelige ontmoeting per dorpskern. Zedelgem is eigenlijk een gemeente die bestaat uit 4 deelgemeenten. Maar wat dan specifiek maakt, is dat die 4 deelgemeenten eigenlijk heel sterk van elkaar verschillen. Er zitten een aantal stedelijke gemeentes in, maar ook een aantal landelijke gemeenten. De bedoeling van het bestuur was dan ook om in die 4 dorpskernen, wonen, zorg en welzijn, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en dit eigenlijk steeds te doen in nauw contact met lokale actoren. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we telkens per deelgemeente gaan kijken welke actoren zijn er actief en op welke manier kunnen wij gaan samenwerken om dat wonen, zorg en welzijn op elkaar af te stemmen. Bij ons heeft dit geleid tot het realiseren van verschillende dienstcentra, die dus eigenlijk per deelgemeente opgericht zijn en waar wij met de lokale actoren en de lokale noden aan de slag gaan.
Momenteel hebben wij al 3 lokale dienstencentra. Wij hebben de Braam bij Zedelgem, Jonkhoven in Markrijken en het kleinschaliger dorpshuis De Pastorelle in Loppem. Jullie zien hier de foto's van het gebouw. 3 totaal verschillende gebouwen, eigenlijk elk met een unieke werking en met een unieke insteek met lokale actoren. Momenteel zijn er nog 2 concrete plannen. Dat is ten eerste de bouw van een nieuw gebouw in Velgem, op site Velgem, en de realisatie van een nieuw dienstcentrum in Loppem in samenwerking met de scholen. Dus op die manier zullen er eigenlijk 4 grote locaties gerealiseerd zijn. Voor de mensen die misschien wat minder vertrouwd zijn met een lokaal dienstencentrum, het is zo dat eigenlijk de werking van een lokaal dienstencentrum een stuk aangepast wordt door het nieuwe woonzorgdecreet. We zien eigenlijk in de definitie dat er vooral een verbindende en een preventieve functie toebedeeld wordt aan de lokale dienstencentra en dat er ook gevraagd wordt om heel laagdrempelig te werken, vooral in de dichte omgeving van die gebruiker. Wat betekent dat dan concreet voor onze werking? Het is niet duidelijk dat het dienstencentrum eigenlijk voor de thuiszorg komt, dat wij vooral moeten de nadruk leggen op preventie en buurtgerichte zorg. Onze kwantitatieve erkenningsvoorwaarden zijn eigenlijk volledig weggevallen, dus tot voor kort moesten wij een aantal verschillende activiteiten organiseren en was er ook bepaald hoeveel activiteiten dit waren, dus dat is volledig weggevallen. Maar daar staat ook in dat wij moeten overgaan tot het uitvoeren van buurtanalyses. Met die buurtanalyses kun je op verschillende manieren uitvoeren. Je kan overgaan tot de bevragen van lokale partners en verenigingen. Je kan bekijken welke objectieve cijfergegevens er ter beschikking zijn, bijvoorbeeld vanuit het steunpunt data-analyse. Je kan overgaan tot het bevragen van de gebruikers en het uitvoeren van tevredenheidsmetingen. Maar wij hebben eigenlijk expliciet gekozen om over te gaan tot het uitvoeren van een kwetsbaarheidsonderzoek per deelgemeente. Waarom per deelgemeente? Omdat we dus per deelgemeente die werking van het dienstencentrum specifiek willen afstemmen op die lokale noden. Wat ons zeker ook interesseert is, zijn er lokale verschillen? Kunnen wij verschillen vaststellen in de kwetsbaarheid per deelgemeente? Wat zien we nu bijvoorbeeld al? Dus wij hebben al een kwetsbaarheidsonderzoek uitgevoerd in Loppem en zijn nu aan het starten in Velgem. Dus wij zien dat het aantal 75-plussers in die 2 deelgemeenten duidelijk verschillend is. Maar zeker ook dat het aantal unieke adressen verschillend is. Dus dat is al een eerste vaststelling dat wij naar aanleiding van het kwetsbaarheidsonderzoek kunnen opmerken. Wat was het doel van onze bevraging? We wilden dus in de eerste plaats weten hoe kwetsbaar zijn de 75-plussers van Loppem. Aan welke kenmerken voldoen zij? Op welke domeinen zijn zij het meest kwetsbaar? Maar bij ons specifiek, hoe kunnen wij dan het globaal aanbod van het dienstencentrum gaan afstellen op die noden? De reden waarom we gestart zijn in Loppem heeft eigenlijk te maken met de uitbouw van de werking van de Pastorelle. Dus de Pastorelle is begonnen met de werking in 2019. En wij wilden eigenlijk de informatie vanuit het kwetsbaarheidsonderzoek gebruiken om die werking uit te bouwen. We zijn dus nu gestart in Velgem, eigenlijk met identiek dezelfde insteek. Hoe is die bevraging concreet in zijn werk gegaan? Stefanie heeft daar juist aangehaald dat er eigenlijk een standaard vragenlijst aangeboden wordt door de provincie met een aantal bijkomende vragen. Wij hebben ervoor gekozen om die bijkomende vragen nog wat uit te breiden, waardoor we de mogelijkheid kregen om vooral het aanbod aan dienstverlening vanuit het dienstencentrum en de noden nog specifieker te gaan verfijnen. Daarna zijn we overgegaan tot het oproepen van vrijwilligers. Dus wij zochten mensen die wilden samenwerken met ons om die bevraging zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben die oproep gedaan via het gemeentelijk infoblad, via de centrumraad van het dienstencentrum, via de seniorenadviesraad. Maar ook door het aanspreken van specifieke personen waarvan we dachten dat zij een meerwaarde konden betekenen. In totaal hebben wij 15 vrijwilligers geëngageerd die in het project met ons samengewerkt hebben. Van zodra dat die groep vrijwilligers samengesteld werd, werd er eigenlijk een vorming gegeven. Dat werd aangeboden door de provincie, waar dan vooral het doel van de bevraging, de aanpak en de timing verduidelijkt werd. Daarna werden alle adressen verdeeld per vrijwilliger en konden we aan de slag gaan. Alle 75-plussers in Loppem kregen een brief waarin het project en de bevraging verduidelijkt werd en waar ook meegedeeld werd dat er binnenkort een vrijwilliger bij hen langs kwam. Die vrijwilliger kwam langs met een vragenlijst
en maakte eigenlijk onmiddellijk een afspraak, een datum en een uur wanneer de bevraging kon opgehaald worden. Bij het ophalen van de vragenlijst kon de vrijwilliger eventueel terug hulp bieden bij het invullen en verduidelijken van de vragen. Van zodra dat alle vragenlijsten terug bij ons binnengebracht werden, startte eigenlijk de verwerking. Daarvoor moesten de gegevens ingeput worden in een databank. Deze input van de gegevens gebeurde door medewerkers van het dienstencentrum. En daarna kon eigenlijk de provincie aan de slag. Zij gingen over tot het verwerken van de gegevens en tot het opmaken van een mooi en algemeen rapport van onze resultaten. Met dit rapport gingen wij dan zelf aan de slag. Er werd een actieplan opgemaakt en we gingen over tot het uitwerken van concrete acties. Wat zijn nu onze resultaten? Wat stelden wij vast? Dus er waren 409 75-plussers in Loppen. En 88% van die 75-plussers heeft eigenlijk de vragenlijst ingevuld. Dat is een behoorlijk hoog resultaat, maar dat is zeker de verdienste van de vrijwilligers die met hun persoonlijke aanpak mensen stimuleren om mee te werken aan het onderzoek. We zagen ook wel dat niet alle vragenlijsten even goed en even gedetailleerd ingevuld werden, waardoor we eigenlijk niet alle vragenlijsten konden verwerken en de resultaten konden bepalen. Maar in totaal werd er eigenlijk voor 66,7% van alle 75-plussers in Loppem de kwetsbaarheid berekend. De vijf verschillende componenten die bevraagd werden, werden daarnet al toegelicht door Stefanie. Dus wij hebben ook bekeken op welke manier de globale en de vier deelcomponenten scoorden in Loppem. Ik heb hier een aantal slides tussen gestoken met de resultaten. Het is niet de bedoeling dat ik die in detail nu ga gaan toelichten. Wat dan misschien wel interessant is voor jullie, jullie kunnen de presentatie toch achteraf bekijken, is in hoeverre dat de cijfers in Loppem gelijklopend zijn met de gemiddelden van de 8 gemeentes of niet. Dit is de sociale component, dus daarin zien wij dat wij hoger scoren dan de gemiddelde bij de wildkast waren. De psychologische component, opvallend in Loppem, was dat die overal lager scoort dan de gemiddelde van de 8 ondervragingen. De fysieke component. En de omgevings- of de wooncomponent. Wat dat betreft het geslacht, Stefanie haalde daarnet aan dat vrouwen over het algemeen kwetsbaarder scoorden dan mannen. Bij ons was dat ook het geval en was het eigenlijk heel duidelijk. We hadden net exact evenveel mannelijke als vrouwelijke respondenten, waardoor onze resultaten eigenlijk heel duidelijk waren. En wij zagen dat 23% van die vrouwelijke deelnemers zeer kwetsbaar scoorden. Ook naar leeftijd hebben we dat in detail bekeken. Dus voor de mensen tussen de 74 en de 79 zagen we dat 1 op 14 heel kwetsbaar scoorde. Leeftijd tussen de 80 en de 84 jaar was 1 op 6. Tussen de 85 jaar en de 89 jaar 1 op 5. En tussen de 90 en de 94 jaar zelfs 1 op 2. Wat eigenlijk een extreem hoge score is. Wij zijn eigenlijk aan de slag gegaan met de geografische spreiding. We hebben alle gegevens waarover wij beschikten uitgezet op kaart. Wij wilden dat eigenlijk gaan doen om te kijken van hoe verspreiden de 75-plussers zich op het grondgebied? Zijn er bepaalde clusters? Zijn er bepaalde wijken waar ze duidelijker aanwezig zijn dan in andere wijken? Wonen zij hoofdzakelijk in de dorpskern? Wonen zij ook landelijk? Dus dat waren gegevens waar wij zeker meer informatie over wilden. Maar we zijn eigenlijk niet gestopt enkel bij het uitzetten van alle 75-plussers op het grondgebied. We zijn dan ook gaan kijken van waar bevinden de zeer kwetsbare, de mild kwetsbare en de niet kwetsbare 75-plussers zich en hoe verspreiden zij zich op het grondgebied. We hebben dat concreet gedaan door mensen eigenlijk een bolletje te geven, een kleur van een bolletje. Een groen bolletje wilde eigenlijk zeggen niet kwetsbaar. Een oranje of geel bolletje is mild kwetsbaar en een rood bolletje is zeer kwetsbaar. Op die manier konden we eigenlijk gaan kijken van wonen er groene bolletjes in de buurt van die rode bolletjes? Want die groene bolletjes zouden misschien wel kunnen helpen bij het versterken van de noden. Door het aanbieden van burenhulp of door de sociale cohesie te gaan bevorderen. We zagen ook of dat er bolletjes samenwonen.
Bijvoorbeeld in gezinnen waar dat er twee rode bolletjes samenwonen, dan kan je er eigenlijk van uitgaan dat dat twee zeer kwetsbare personen zijn die op dat moment samen een huishouden vormen. Als het twee oranje bolletjes zijn, is dat natuurlijk een andere situatie. Want misschien heb je ook een groen bolletje die samenwoont met een rood bolletje. En kan dat groen bolletje net ondersteuning bieden aan de persoon met een rood bolletje. Concreet ziet dat er dan zo uit. Links zie je eigenlijk de totale kwetsbaarheidsscore in het centrum van Loppen, waar je eigenlijk een mooie verspreiding ziet van de rode, oranje en de groene bolletjes, maar waar je ook wel kunt zien dat er bepaalde clusters zitten van rode bolletjes. Als je kijkt naar de rechterkant, zie je de kant van de sociale kwetsbaarheid. Dus je ziet dat dat eigenlijk een volledig ander beeld geeft. En dat je daardoor wel duidelijker kan gaan bepalen in welke buurten je welke acties moet gaan uitwerken. Wat hebben wij nu algemeen vastgesteld, is eigenlijk dat de zeer kwetsbare 75-plussers sterk verspreid zijn over het grondgebied van Loppen. Dit was voor ons een verrassing. Wij hadden gedacht dat de kwetsbare, meer kwetsbare personen zich voornamelijk in de landelijke straten zouden vinden. Maar we zagen eigenlijk dat heel wat van die kwetsbare 75-plussers effectief in de dorpskern woonden. Dus het wonen in een landelijke straat was eigenlijk geen indicatie van kwetsbaarheid. Wat we dan ook zagen, is dat vooral de psychologisch en de sociaal kwetsbare 75-plussers eigenlijk hoofdzakelijk in de dorpskern woonden. Ik kreeg dan terug naar wat Stefanie daarnet zei. Dus mensen die in een landelijke straat wonen, wonen daar vaak al heel hun leven, hebben daar een netwerk uit opgebouwd, kennen hun buren, hebben vertrouwen in de buren, durven ook een vraag stellen. En we zagen eigenlijk dat in de dorpskern dat sociaal netwerk en die psychologische ondersteuning blijkbaar veel minder sterk aanwezig waren. Wat dat wooncomponent en de omgevingscomponent betrof, zagen we ook dat die verspreid was op het grondgebied en dat dat niet enkel gesitueerd was in de landelijke straten. Dus mensen die zeggen van, ik heb moeite om buiten te gaan, om te wandelen, mijn woonomgeving is niet toegankelijk, dan stelden we vast dat dat zowel in een landelijke straat als in de dorpskern zich voordeed. We zijn dan eigenlijk overgegaan tot het uitvoeren van een aantal acties. Binnen de dienstcentra hebben wij nu al acties lopen die vooral gericht zijn rond preventie voor zowel de 70-jarigen als de 80-jarigen. De 70-jarigen krijgen nu eigenlijk in de maand van hun 70ste verjaardag een verjaardagskaartje aangeboden met de vraag om langs te komen in het dienstencentrum, kennis te maken met het aanbod en ze krijgen daarbij een bon voor een gratis maaltijd en bewegingsactiviteit. Die bonnen worden verdeeld door de seniorenverenigingen en door vrijwilligers. De 80-jarigen krijgen nu reeds een huisbezoek door een maatschappelijk werker en de het accent van dat huisbezoek is eigenlijk vooral rechtendetectie, valpreventie en detectie van vereenzaming. Wat hebben wij nu nog specifiek gedaan naar aanleiding van het kwetsbaarheidsonderzoek voor Loppen? Dus wij wisten op een bepaald moment waar de meest kwetsbare 75-plussers in Loppen zijn gevonden. Bij ons waren dat 43 personen. En we zijn eigenlijk die 43 personen zelf gaan benaderen en we zijn daar langs geweest. Dat gaf ons de mogelijkheid om eigenlijk de vragenlijst met hen opnieuw te overlopen en dieper in te gaan op hun kwetsbaarheid en om daar te bekijken op welke manier we die individueel voor hen konden aanpakken. Daarnaast hebben we een aantal acties opgezet die we onmiddellijk uitgetrokken hebben naar het volledige grondgebied. Wij zijn overgegaan tot het opnieuw bekendmaken van het aanbod rond woningaanpassing. Wij zagen dat heel wat woningen slecht uitgerust waren, dat zij niet beschikten over een bad of over een douche. Wij zagen dat bepaalde woningen enkel over een lavabo beschikten. En ook het aanbod vanuit het dienstencentrum en de mutualiteiten werd nog eens benadrukt. De huisbezoeken bij de 80-jarigen door de maatschappelijk werker werden een stuk aangepast. En wij hebben eigenlijk de bevraging of de manier waarop dat het verloop van dat huisbezoek doorgaat, die vraagstelling is aangepast op basis van de bevindingen van het kwetsbaarheidsonderzoek. Wat dat ook nieuw was, is dat wij overgegaan zijn tot het uitwerken van opvolgbezoeken door vrijwilligers en door de opstart van een telefoonster na dat eerste bezoek.
We zijn overgegaan tot het bezoeken van de 90-jarigen, de 90-plussers. Wij zagen dat die duidelijk aanwezig waren in het kwetsbaarheidsonderzoek en dat ook de kwetsbaarheid daar zeer hoog was. Nu, op 10 jaar tijd, ze krijgen een bezoek van als 80-jarigen, maar op 10 jaar tijd kan er heel veel veranderen. Dus vandaar dat we eigenlijk beslist hebben om ook die 90-jarigen specifiek te gaan benaderen. Stefanie haalde daarnet aan dat het verhuizen, dat het eigenlijk een kritiek moment is, dat verhuizen een oplossing kan zijn van de omgevingscomponent en de fysieke component, maar dat er mogelijk een zware impact kan zijn op de sociale en de psychische component. We krijgen momenteel vanuit de dienstbevolking alle gegevens door van de mensen die boven de 65 jaar zijn en die ofwel intern verhuizen of in zedelijk gaan komen. Die mensen gaan we eigenlijk persoonlijk gaan contacteren en gaan we hen het aanbod doen van de lokale dienstencentra, tonen we hen welke lokale verenigingen er actief zijn op het grondgebied, net om te proberen die sociale componenten aan te pakken. Hoe gaan wij nog verder aan de slag gaan? Wij zullen onze lokale dienstverlening verder aanpassen waar nodig. We willen heel sterk inzetten op die lokale ontmoeting, vooral in functie van het sociaal contact. En daar helpen eigenlijk de cijfers die we, of de gegevens die we op de kaart gezet hebben, ons heel duidelijk. Wij gaan het project met straatambassadeurs uitwerken. Wij gaan ook met een lokale partner een mobiele buurtbar verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld de stopplaatsen van die mobiele buurtbar worden eigenlijk bepaald door de resultaten die door ons op kaart uitgezet werden. We zien waar de meest kwetsbare personen in loon zich bevinden. En net in die buurten maken we een stopplaats voor de buurtbar. Wij hebben de resultaten van dit onderzoek toegelicht aan alle seniorenverenigingen. Vooral ook in het kader van bewustwording, omdat we hen een heel belangrijke actor zien in het versterken van het sociaal contact. Zeker na woningaanpassing zullen wij verder de mogelijkheden die aangeboden worden vanuit het dienstencentrum verder promoten. En daarna bij het belangrijk dat wij overgaan eigenlijk tot het uitvoeren van dit onderzoek ook in alle andere deelgemeentes. Met de vaststelling dat waarschijnlijk niet alle gemeentes hetzelfde resultaat zullen hebben en dat we eigenlijk moeten aan de slag gaan met de lokale eigenheid. Een aantal nuances. Voor ons bleek het gegevens uitzetten op de kaart een hele grote meerwaarde te zijn. Dat zijn eigenlijk de zaken waar wij het meest mee aan de slag konden gaan. We hebben ook wel gezien in de gesprekken met de personen achteraf dat die bevraging heel sterk gekleurd is door emotie en door perceptie. En dat het ook een momentenopname is. Dus bijvoorbeeld, wij zijn net gestart met de bevraging in Veldegem. De huidige situatie met corona zal er zeker toe leiden dat de resultaten een stuk gekleurd zijn daardoor. Maar dat is dan de nuance dat we eigenlijk moeten meenemen bij de verwerking. Het is zeker belangrijk om de tijd tussen de bevraging en de resultaten en de acties zo kort mogelijk te houden. Want door het feit dat je een bevraging organiseert bij een aantal inwoners, verwachten zij daar ook iets van. Dus ze zitten eigenlijk te wachten op het resultaat en op welke acties uitgewerkt worden. Wat dat betreft de aanpassing van de woning, daar hebben we eigenlijk heel wat weerstand opgemerkt. We zien dat mensen vaak wil niet hebben om de manier waarop hun woning ingericht is te veranderen. Ze hebben ook vaak de wil niet om te verhuizen. Dus wat dat aanpak naar de woon- en de omgevingscomponent betreft, individueel is het moeilijk om daar resultaten te gaan boeken. En dan nog, ook als jullie beslissen om bijkomende vragen te stellen, dan is het zeker belangrijk om de vragen zo concreet mogelijk op te maken, zodat er geen verwarring mogelijk is. Wij hebben gezien bijvoorbeeld de interpretatie rond mantelzorg, dat mensen dat vaak op een heel andere manier interpreteren dan de manier waarop dat wij de vraag willen stellen. Dus de concrete vraagstelling is heel belangrijk. En hierbij dan nog onze contactgegevens voor het geval dat jullie bijkomende vragen hebben. Dank je wel.
Ik wil graag Stefanie en Anja hartelijk bedanken voor de boeiende uiteenzetting. De klank was op het laatste wat minder, maar dat wordt terechtgezet door de presentatie die we zullen ter beschikking stellen. De mensen die een onderzoeksrapport gevraagd hebben, die zullen eerstdaags dus eentje toegestuurd krijgen. En later deze week of begin volgende week mag je van ons nog een mail verwachten met de link naar de presentaties, het antwoord op de vragen in de vergaderchat. Maar die waren zeer beperkt, heb ik gezien. Er is ook een link naar de opname van de webinar, dus wie wat later ingepikt heeft, die kan het verhaal nog eens herbeluisteren. Ook een link naar de publicatie van het kwetsbaarheidsonderzoek en onze contactgegevens in die je hierover meer informatie wenst. Wie door deze voormiddag geïnspireerd werd en ook graag aan de slag wil met het kwetsbaarheidsinstrument, die kan gerust contact met ons opnemen. We staan voor jullie klaar. En ik wil van de gelegenheid ook nog gebruik maken om wat reclame te maken voor een ander instrument waar we volop op inzetten. En dat is onze online tool Provincies in Cijfers. Deze online databank bevat een schat aan cijfers, statistieken ter onderbouwing van het lokale beleid. Vorige week hebben we een nieuw rapport gelanceerd, het rapport Buurtgerichte Zorg. Dit rapport bundelt per gemeente op wijk- of op buurtniveau een reeks kenmerken die relevant zijn in het kader van de buurtgerichte zorg. En op die manier willen we een bijdrage leveren aan de verplichting die jullie hebben om een buurtanalyse te maken. Voor alle vragen hieromtrent, één adres, steunpunt data en analyse. Hartelijk dank voor jullie interesse en ik wens jullie nog een fijne dag en tot ziens.